Weet jij niet precies wat debiteurenbeheer inhoudt, dan is deze video voor jou. Debiteurenbeheer heeft in het kort betrekking op het hele proces van het sturen van een factuur totdat die uiteindelijk betaald is. Alles tussenin noemt men debiteurenbeheer. Wanneer je nou als ondernemer start en je gaat de administratie opzetten, dan doe je dit over het algemeen met een online boekhoudprogramma. Daarbinnen kun je de complete debiteurenbeheer beheren voor jezelf. En dit is ook heel erg belangrijk, omdat een slordige debiteurenbeheerder er uiteindelijk voor zal zorgen dat je eventueel cashflow-problemen kunt krijgen, wat direct weer invloed heeft op je liquiditeit van de onderneming. Het is daarom belangrijk om het debiteurenbeheer zeer zorgvuldig bij te houden. Alle klanten waarmee je te maken hebt, noem je debiteuren. Wanneer jij een dienst afgerond hebt, dan stuur je normaal gesproken zo snel mogelijk de factuur. En wanneer de klant deze netjes betaald heeft, dan is de debiteur geen debiteur meer. Vanzelfsprekend kun je als ondernemer ook te maken krijgen met klanten die niet binnen de betalingstermijn betalen. In dat geval is het belangrijk om tijdig een herinnering te sturen. De klant kan de factuur vergeten zijn, misschien heb je hem gemaild, is hij in de spambox terechtgekomen. Het kan allerlei oorzaken hebben. Vaak is het voldoende om nog een keertje te mailen en mocht het dat ook niet werken, dan zou je eventueel kunnen bellen van joh, heb je mijn factuur gezien en waarom is ze niet betaald? Meestal werkt dit. Mocht dit nou niet werken, ja, dan is het belangrijk om een betalingsherinnering te sturen. Dat is vaak iets dwingender van toon. Dan sommeer je iemand om gewoon te betalen. En mocht dat uiteindelijk niet lukken, dan heb je nog de optie om een incassobureau in te schakelen. Het is wel belangrijk dat je je aan de juiste volgorde houdt, want je mag niet zomaar een incassobureau inschakelen wanneer iemand één dag te laat is met betalen. Daar is gewoon hele duidelijke wet en regelgeving voor en daar moet je je ook aan houden. Wanneer je nou voor het eerst te maken krijgt met boekhouding, omdat je bijvoorbeeld een bedrijf gestart bent, dan zul je op een gegeven moment met je eerste klanten te maken krijgen. En er zijn heel veel startende ondernemers die bijvoorbeeld de boekhouding bijhouden in Excel. En dat is op prima mogelijk. Maar het is verstandiger om gebruik te maken van een boekhoudprogramma. Want hierin kun je alle debiteuren beheren en kun je ook eventuele notities bij de klant verwerken. Dus hè, wat is het mailadres, wat is het telefoonnummer. En heb je zelf eventuele opmerkingen, kun je bijschrijven. Die kun je dan ook altijd later nog een keer terugvinden. Het is zelfs mogelijk om automatisch herinneringen te sturen wanneer een klant niet betaald heeft. Dus dat is een stukje gemak voor jezelf en dat helpt bij het debiteurenbeheer. In de omschrijving van deze video neem ik ook een paar relevante linken mee die gaan over debiteurenbeheer en waar je precies allemaal op kan letten. Wanneer je nou te maken hebt met heel veel klanten, dan is het zelfs mogelijk om je debiteurenbeheer uit te besteden. Als ZZP'er is dat misschien niet gelijk nodig, maar heb je bijvoorbeeld een webshop en heb je te maken met heel veel klanten, dan kan het eventueel verstandig zijn om het debiteurenbeheer uit te besteden. Er zijn bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Om voor jezelf eventuele debiteurenproblemen te voorkomen, is het raadzaam om gemaakte afspraken vast te leggen op papier. Dit kan bijvoorbeeld via de mail gedaan worden. Mocht je dan op een later moment de factuur versturen, dan kan er nooit een discussie ontstaan over wat er wel of niet is afgesproken. Ook als ZZP'er is het raadzaam om gebruik te maken van algemene voorwaarden. Deze stuur je in iedere mail mee. Mocht je al eerder facturen verstuurd hebben, zet je dat daar ook op. En mocht je werken met een offerte, dan kun je ook verwijzen naar de algemene voorwaarden. Binnen de algemene voorwaarden kun je ook gewoon duidelijk opnemen wat de betalingstermijn is. Zo weet je in ieder geval zeker dat de klant nooit kan zeggen dat hij dat niet wist. Want het staat namelijk in je algemene voorwaarden. Mocht je nou eventueel starten als ZZP'er met een eenmanszaak, dan is het raadzaam om je facturen direct na de opdracht te versturen. Er zijn nogal ZZP'ers die te lang wachten met versturen van facturen. En dit kan allerlei problemen opleveren. Ten eerste weet je wellicht zelf niet meer precies wat je gedaan hebt. Dus als je dat niet goed bijgehouden hebt. Maar ook de klant die kan denken, ja die factuur komt 2 weken later. Dus ik kan ook nog wel even wachten met betalen. Over het algemeen is het echt raadzaam om de factuur direct te versturen. En de klant die zal hierdoor meestal ook sneller de factuur betalen. Ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. En mocht je nog meer interessante video's willen zien, kijk dan even op ons kanaal of op onze website. Bedankt!